Maar je liet het even in het tussenzinnetje vallen. Dat ging over jezelf. Je hebt ook wel gezegd, mijn hart huilt. Er is mijn kans ontnomen. Als je nu terugkijkt op je eigen tijd, zou je dingen anders hebben gedaan? Nee. Want uiteindelijk heb ik een carrière zeg maar, gebouwd, gebaseerd op mijn spel. Ja. Dus het is ook aan de coaches van Oranje om te zorgen dat ze die jongen op zijn positie, zijn beste positie kunnen neerzetten. Niet alleen hij, alle spelers zoveel mogelijk vanuit hun beste positie. En natuurlijk moet je af en toe een beetje gaan schuiven. Want soms heb je twee topvoetballers die niet op één positie kunnen spelen. Dan vind je een andere rol. Maar ik ben niet zozeer aan het terugkijken naar mezelf, hoor. Maar ik hoor nu wat dingetjes. En dan vooral iemand die ik eigenlijk misschien maar één of twee keer heb gezien in mijn leven, die nog steeds hele sterke opinies heeft over dingen. Maar dan moeten we oppassen. Nee, maar terug naar jezelf. Je zou nooit iets anders hebben aangepakt. Ook niet naar al die bondscoaches toe. Ook niet de manier waarop jij hebt opgesteld. Je hebt altijd naar je eigen ere geweten gezegd, ik heb dat perfect gedaan. Maar waar precies over? Nou ja, je communicatie met Marco van Basten. Eigenlijk heb je communicatie? Ik zit in een hele andere show, denk ik. Wat is mijn communicatie met Van Basten geweest? Nou, die was toch niet optimaal? Ik bedoel, jullie gingen niet echt heel lekker. Op een gegeven moment ben je ook gestopt ermee. Okay. En Van Marwijk heeft je ook niet eens een kans gegeven, omdat hij zei, ik zet zo'n grote speler niet op de bank. Maar ik heb er eigenlijk helemaal niks meer aan, dit soort gesprekken. Dus, nee, ik vraag me gewoon af, als je dit ziet. Ik bedoel, in hoeverre mensen ook een eigen rol daarin hebben. En of je daar iets anders aan had gedaan op dat moment. Als je nu terugkijkt, ik vraag me dat gewoon af. Ja, maar wil je er vandaag over praten of een andere keer? Eigenlijk vandaag, want ik zie je niet zo vaak. Ja, nou ja, je hoeft alleen maar te vragen. Misschien, Xavi kan er misschien wat van leren, ik weet het niet. Nee, maar dat ga ik niet via de tv doen. Als ik met Xavi wil praten, dan praat ik wel direct met hem. En ik denk ook, eerlijk gezegd, dat het allemaal ouwkoek is. Als het zo belangrijk was, hadden jullie daarover toen moeten praten, toen ik niet werd uitgenodigd voor 8 jaar voor Nels Elftal. En omdat je 47 bent, voortschrijdend inzicht. Ja. Ik kijk ook wel eens de dingen die ik in het verleden heb gedaan. Denk, misschien had ik die iets anders moeten aanpakken. Ja, maar waar praat je over? Nou, in je vorm van communicatie. Marco van Basten zei over jou, fijne gozer, goede vent, maar hij heeft wel heel veel aandacht en zorg nodig. Dick Advocaat heb je nog een gesprek mee gehad, omdat je wilde weten wat voor positie je ging spelen, centraal of meer van de zijkant, om naar binnen te komen. Dat ging wel vaak over. Maar zat jij daarbij? Nee, ik zat er niet bij, maar dat lees ik, dat Dick Advocaat dat dan zegt. Maar moet ik gaan reageren op dingen die men schrijft? Nee, ik zeg het niet over Hugo Borst, laat hem niet over jou zeggen. Ik heb zoveel te zeggen over dit soort dingen, maar volgens mij is het nu laat. Toen ik in die periode niet werd uitgenodigd, heb ik al deze vragen niet gehoord naar mij toe. Die zullen er ook wel gesteld zijn. Ik weet wel zeker dat er toen ook aan je gevraagd werd. Ik geef je net aan dat ik heel veel van deze vragen niet heb meegekregen. Ik ben gewoon niet uitgenodigd en dat was het. En dat werd geaccepteerd over het algemeen. En hetgene waar ik me op concentreerde was mijn spel bij mijn club. En ik denk dat ik genoeg gepresteerd heb bij mijn clubs. Maar McLaren, het is geen aanval. Hè? Dit is maar ik ben ook niet aan het verdedigen. Jij praat nu in één keer over dingen waar ik eigenlijk al voorbij ben. Ik ben nu in een andere fase in mijn leven. Maar ik probeer het meer vanuit het feit te doen, als je op een bepaalde leeftijd komt en je kijkt terug. Begrijp jij wat ik bedoel, Wesley? Dat je, als je naar jezelf kijk, misschien heb je ook wel dingen gedaan waarvan je later denkt, die had ik anders kunnen doen. Oh ja, die heb ik ook wel. Ik heb van sommige dingen ook wel spijt. Maar als je er geen spijt van hebt, ja, dan heb je er ook geen antwoord op. Toch? Nee, maar het gaat erom, wat bedoel je daarmee? Ik kan specifiek over dingen wel zeggen waar ik spijt van heb. Nou, dat heb ik al 100 keer aangegeven. Over mijn periode bij Real Madrid bijvoorbeeld. En vooral over mijn privé-situatie waarin ik terecht ben gekomen. Ja. Ja, en hoe ik dat heb aangepakt, daar heb ik spijt van. Ja. Maar voor de rest, ja, momenten die ik met bepaalde trainers heb gehad, of met Van Gaal toen de tijd met 2014, dat ik niet geselecteerd werd en dat ik dacht van oké, nou, nu moet ik de keihard aan gaan werken, want ik wil mee naar dat toernooi. Ja, dan handel je op dat moment. En ja, nu heb je daar ook niet echt heel veel, ik heb daar nu ook niet heel veel gevoel meer bij, hoor. Ja, maar een voorbeeld ervan is Slovenië. Toen op een gegeven moment werd jij aanvoerder. Toen heb jij gezicht in de hiërarchie. Eigenlijk klopt het niet. Eigenlijk had jij aanvoerder moeten zijn op dat moment. Want Van der Sar was er niet, Van Bronckhorst was er niet. Rafael ging eruit, jij werd toen aanvoerder. En daar heb je later van gezegd, daar hoor ik eigenlijk aanvoerder te zijn. Toch op zo'n moment. Heb je dat gezegd, Jeff? Ja, hij vraagt het me niet. Ik weet het niet eens meer. Ik heb die gesprekken. Dat klopt niet, dat verhaal. Wat ik klop heel veel van de dingen die jullie zeggen en schrijven, dat kloppen niet. Maar klopt niet, dit verhaal. Van die hiërarchie. Maar ik zit hier niet om hierover te praten. Ik ga het je nog één keer zeggen. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Als je hierover wil praten, heb ik echt mijn tijd nodig. En ik doe het wanneer ik daarover wil praten. Maar wil je er überhaupt nog over praten? Of zeg je, nee, dat sluit ik af. Dat wil ik niet meer. Nou, ik denk dat jij verkeerde snaren, noem je dat? Aan het raken bent. Ik bedoel, dit heeft helemaal niks te maken met waarom ik hier ben gekomen. Dus als je het wil veranderen, de koers, kan je het veranderen nu. Ik heb hier helemaal geen zin in om erover te praten. Ik ben al 10 jaar gestopt met voetballen. En het is al 15 jaar geleden dat ik niet uitgenodigd ben voor mijn laatste
mogelijke prestaties in Nederland zelf. Nee, maar ik vind het ook zonde. Dat is wat ik probeer met je te zeggen. Het is een beetje laat om het zonde te vinden. Toen de tijd had je zo druk moeten maken om die vragen te stellen aan de coaches die mij niet hebben opgeroepen. Want het heeft niks te maken met presteren. Ik ben niet opgeroepen. Oké, nou dan sluiten we deze af. En dan kunnen we daarbij afsluiten.